Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Morgen wordt de gerestaureerde Domtoren officieel opgeleverd. Speciale, mooie opkomst in de Galgenwaard dus. Straks als de trainingsjackies uitgaan bij Utrecht, zult u ook de speciale badge op het shirt zien. Met daar de Domtoren op. En zo'n restauratie mag gevierd worden en dat wordt hij hier ook. Als hij wint vandaag, Ron Jans, kan hij zijn 250ste eredivisiezege boeken. Zou dan de derde trainer ooit zijn die dat voor elkaar krijgt. Rodriguez. Mooi meegegeven, Rodriguez is er vandoor. De Scott is voor het doel, Kathleen ook, maar de bal wordt teruggelegd en daar is gelijk het eerste schot. Bal geblokt en de herkansing van Kathleen. Horemans. Ja, ze schiet de bal naar voren, Van der Hoorn heeft last aan het hoofd zo te zien. Dus dan is het niet heel verwonderlijk dat scheidsrechter Henschens het spel even stillegt. Daar krijgt hij de elleboog van Kulenovic tegen de zijkant van zijn hoofd aan. Jans informeert eens even bij de doktoren. Hij gaat terugkeren binnen de lijn van de Hoorn. De Scott, Aronson, Kathleen. Makkelijk weggedraaid. Kathleen wild geschoten. Maar dan was Meranium even kwijt. Van der Hoorn. Toch weer een beetje last. Dan gaat Utrecht gebruik maken van de zogeheten witte wissel. De mogelijkheid om een speler te wisselen met een hoofdblessure als extra wissel. Zuur voor Van der Hoorn, die wel wordt toegezongen, maar te veel last heeft na die tik in het gezicht van Kulenovic. Matthijs Didden is lijnvervanger dus. Engels. Zo. Komt nog aardig dichtbij. Met een bal die, denk ik, als voorzet bedoeld was. El Karouani. Met een beetje ruimte. Recht op de keizer af. En nog een lastig gestuit ook, kennelijk. Ook dit, denk ik, bedoeld als een voorzet. De volgende redding op het lijstje van Fabian de Keizer. Het is mutsen weer. Of broodjes kroket weer. Het is maar wat je warm houdt. Kulenovic, dat is goed gedaan. Engels, heel even vastgehouden door Fraulo, maar hij houdt de bal. Blijft op de been, vindt Podkouranou en die schiet hard op de vuisten van Barkas. Daar is Heracles dan. Goed schot hoor. El Karouani. Daar gaat Podkouranou ineens zitten. Daar is Kathleen. Kathleen. En Messick die ingrijpt. Wel een corner. El Karouani. Daar is Aronson helemaal vrij. Aronson in twee instanties. En Utrecht op voorsprong. Bijna drie kwart wedstrijd heeft Utrecht ervoor nodig gehad om tot scoren te komen. Zo vrij dat hij twee pogingen mocht doen om de bal in het doel te krijgen. Ohio. Komt daarvoor Messick. Messick mag zo doorlopen. Ja, daar ligt de ruimte bij Benita. En daar is het schot van Hoornkamp dat nog op de paal belandt. Het is een beetje met horten en stoten hoe deze kans tot stand komt. Maar het is wel de grootste kans, of in ieder geval het dichtst bij een doelpunt, dat Heracles is geweest. Lange trap van Fabian de Keizer.
Romani, Ohio, Aronson. Daar gaat Min. En de Keizer. Belangrijke redding. Houdt daarmee Heracles in de wedstrijd. Hier gaat Kulenovic. Veel ruimte voor Kulenovic. Kulenovic tegen de paal. Het zand en naast. Wat komt Heracles in die slotfase nog dicht bij een doelpunt. Utrecht trouwens ook. Die kans voor Min. Meteen daarna Kulenovic die zo door kan. En in de korte hoek de paal raakt.